Berdy Maarten Stoof, Hanneke Ketelaars, Willem Tijner en Kees van Rooij slaan zondag 2 april de maat tijdens Maestro Meijerijstad 2023, dat in het Fioretti College in Veghel wordt gehouden. Voordat ze maandag voor het eerst oefenden met het orkest van muziekvereniging Frisselstein, kregen ze tips van dirigent Jan Nellestein. Ik heb niet zo heel hard geoefend, maar ik heb wel de muziek goed uitgeplozen. Dus ik heb goed geluisterd van wat zit er allemaal in en hoe moet ik het tellen. En daar ga ik op, want ik kan geen noot lezen, dus ik moet het ergens vandaan halen. En hoe is het om hier zo voor 50, 60 man te staan? Ja, heel tof. Ik vind het echt heel tof. Het is, ik hou heel erg van naar muzikanten ook kijken. Ook als ik naar concerten ga, of maakt niet uit wat voor optredens met muziek. Ja, ik vind die interactie ook met het orkest vind ik heel leuk. Dus ik hoop dat ik dat een beetje kan doen met hun. Het voelt in ieder geval heel leuk, heel goed. Ook Hanneke Ketelaars vindt het leuk om de maat te slaan. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Spannend ook wel om voor zo'n groep te staan, maar een super ervaring. En dan is het maar goed dat je eerst eventjes nog wat les krijgt. Ja, dat hebben we nog wel nodig. Dus ik heb begrepen dat het eigenlijk een 5-jarige studie is en wij doen het gewoon in een uurtje. Ja. Wat is het moeilijke daarvan? Ik vond vandaag wel heel erg moeilijk om je ritme vast te houden. Dus ik heb zo'n driekwartsmaat en het viel niet mee om het hele nummer in dat goede ritme te houden. Het nummer Copacabana lijkt bij burgemeester Kees van Rooij op het lijf geschreven. Nou, dat weet ik niet, maar dan heb ik in ieder geval de schijn goed omhoog gehouden. Maar het is een mooi Zuid-Amerikaans nummer, dus dat swingt wel. Wat verwacht je van de 2 april? Ja, dat we een volle zaal hebben, maar dat volgens mij is daar geen twijfel over mogelijk. Met al dat enthousiaste publiek. Nee, dat hoop ik echt van harte, want het is natuurlijk ook in het kader van 100 jaar Frisselstein. En het is natuurlijk wel heel bijzonder dat ze in het kader van al die festiviteiten ook Maestro doen. En voor ons als 4 gelukkigen de gelegenheid om eens voor het orkest te staan. Leuk om te doen. Ja, heel leuk om te doen. Keileuk. Ook voor Willem Tijner, de 4e maestro, is een orkest dirigeren een aparte ervaring. Het voelt heel bijzonder. Het is zo mooi dat alle combinaties van verschillende instrumenten zo'n mooi stuk maken. En dat jij er dan voor mag staan, dat was heel indrukwekkend, heel leuk. Hoe bereid je je daarop voor? Nou, ik had me blijkbaar niet zo goed voorbereid, want ik had het stuk opgezocht op YouTube. Alleen dat tempo lag veel hoger als het orkest toen het speelde. Dus ik was thuis aan het oefenen. Maar hier lag gelukkig het tempo iets lager. Dus op die manier. Maar ik heb geprobeerd de telling te oefenen thuis. Maar je hebt nog 2 weken. Ja, absoluut. Ja, en nu is het ook gefilmd, het stuk wat het grote orkest gaat spelen. Dus nu kan ik de komende 2 weken precies me focussen op hetgene wat over 2 weken moet gaan gebeuren.